BUSA organiseert de seminar ACP-EU-partnerschap. Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde een seminar betreffende de toekomst van de African-Caribbean-Pacific-European Union-partnerschapsovereenkomst, het post-Cotonou-traject. De Cotonou-overeenkomst verloopt in maart 2020 en vanaf oktober 2018 zijn de partijen in onderhandeling getreden om over de opvolger van deze overeenkomst te onderhandelen. Dit seminar werd gehouden op woensdag 16 januari 2019. Minister Eldis Polak-Bigli van Buitenlandse Zaken sprak de participanten toe door aan te geven dat de mogelijke invloed van deze ontwikkelingen op het ACP-EU-partnerschap in een nationaal als ook ACP-EU-verband goed dient te worden bestudeerd. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.